Hartelijk welkom. Dit is het RTVA-nieuws van woensdag 23 december. Veel politie vanmorgen in de Westwijk. Daar oefende de politie op een inbraak-heterdaad-situatie. En voor het eerst betrok de politie hier burgers bij via Burgernet. Dit betreft een oefening. De politie is in verband met een inbraakwoning in de Korianderlaan te Amstelveen op zoek naar één dader. De dader is weg, lopend in de richting van de Marjoleinenlaan. De dader ziet er als volgt uit. Het gaat om een blanke man, ongeveer 25 jaar oud, heeft een slank postuur en heeft een gele Jumbo-shopper bij zich. Houdt u er even rekening mee dat bij de dader een koevoet en een schroevendraaier is gezien en denk aan uw veiligheid. De melding kwam van Burgernet. De bewoners die reageerden goed, wisten inderdaad niet dat het om een oefening ging. Dus dat maakt het realistischer. Waarop de politie op aanwijzing uiteindelijk de boef heeft kunnen aanhouden. Een goede oefening om te kijken of je verbindingsmiddelen werken, of je positie in kan nemen. Hoe wordt de verdachte aangehouden en hoe worden getuigen genoteerd. Ja, top. Worden deze oefeningen vaker georganiseerd in de wijken? Nou, in Amstelveen is het voor het eerst. Landelijk wordt het af en toe wel gedaan, hoorden we. Daar hebben we het ook goede ideeën moet je overnemen. En het is wel de bedoeling dat we het vaker gaan doen in Amstelveen, ook in andere wijken. Ja, goed dat de burgers kunnen helpen om een inbreker te pakken. Je probeert toch op je eigen wijk te letten. En nou ja, als dat leidt tot een aanhouding is dat alleen maar fijn. Ik vond het indrukwekkend hoeveel politie er op de been was en hoe snel dat ging. En toch hoe snel er ingegrepen is. En het is voor mij als burger best goed om te merken dat het lastig is om aan te geven waar je precies bevindt in de wijk. Veel vroeger dan normaal zijn er lammetjes geboren bij geitenboerderij Riddammerhoeve. De pasgeboren geitjes worden gerekend tot de lammere generatie van 2016 en zijn nu al door jong en oud te bezoeken in het Amsterdamse bos. Ze zijn vroeg dit jaar, de lammetjes. De eerste is al de 16e december geboren. Meestal zijn we wel zo rond de kerst, maar meestal proberen we hetzelfde een beetje na de kerst, zodat we zelf ook een rustige kerst hebben. Maar ze waren vroeg dit jaar. En hoe komt het dat de lammetjes eigenlijk zo vroeg geboren zijn dit jaar? Het zou het weer kunnen zijn, maar eerlijk gezegd denk ik dat de bokken gewoon een beetje vroeg bij gegaan is. En hebben ze ook een naam gekregen? Ja, ze krijgen allemaal een naam. Ja, en een nummer uiteraard. Wordt allemaal geregistreerd. Ja. Wat zijn de namen van de nieuwe geitjes? Ze hebben nog geen nieuwe naam gekregen, maar dat wordt gedaan zo gauw ze hun nummer krijgen. Ja. En hoe gaat het nou in zijn werking met nieuwe lammetjes? Ze lopen eerst bij de moeder. Ze lopen zo'n 14 dagen bij de moeder en dan gaan ze in een grote groep. En dan, want in eerste instantie moet je natuurlijk goed in de gaten houden of ze het goed doen. En als ze goed kunnen drinken, dan mogen kinderen de flesjes voeren aan ze. Geitenboerderij Riddammerhoeve is ook deze kerstvakantie geopend van woensdag tot en met zondag, zodat ook u de nieuwe lammetjes kan komen bekijken. In Uithoren is gistermiddag een gedeelte van het industrieterrein afgesloten vanwege een verdachte situatie. De politie had de hulp ingeroepen van de brandweer en de ambulance. Deze stonden op afstand paraat om eventueel bij te springen. Wat er nou precies aan de hand was, kon de politie nog niets over zeggen. Een woordvoerder verklaarde dat het slechts ging om een verdachte situatie. Anonieme bronnen verklaarden dat er mogelijk iets met een explosief was. Een specialistisch team van de politie heeft het busje onderzocht. De situatie was snel onder controle na de afzettingen weer werden opgeheven. Kerstfeest wordt in Amstelveen traditioneel ingeluid met de kerstsamenzang in het oude dorp. Vanaf 9 uur treden op het dorpsplein weer vele artiesten op, zoals de Amstelveense Kindermusical Academie, Ger Overmars, Irene de Raad en de Mannen van het Wapen van Amstelveen en de Amazing Vocals. Ouderwets gezellig dus. En bent u niet in de gelegenheid om naar het oude dorp te gaan? Dan heb ik goed nieuws. RTVA zendt de kerstsamenzang live uit op de televisie. Vanavond steekt er opnieuw een stevige zuidwestenwind op. In de loop van de nacht neemt de wind weer een kracht af. De temperatuur ligt ongeveer rond de 10 graden. Morgen is het bewolkt en valt er soms een spatje regen bij zo'n 12 graden. In de avond kan het harder gaan regenen en neemt de wind in kracht toe. De zuidwestenwind is krachtig tot stormachtig met zware windstoten. En dit was alweer het laatste RTVA-nieuws van 2015. Tussen kerst en oud en nieuw kunt u kijken naar onze feestdagenprogrammering met onder meer het RTVA-jaaroverzicht. Het RTVA-nieuws kunt u weer bekijken op maandag 4 januari 2016. Graag tot dan.